Je ziet het alweer gebeuren dat je weer met nul punten staat. Ja, je speelt toch tegen de koploper en ik moet zeggen, de eerste 20 minuten vond ze goed spelen, maar daarna werd het minder en minder en minder. Kregen we grip op ze en ja, we dachten misschien in de tweede helft misschien nog wel meer dan, dan een punt. Groene Ster, wat was de lastige Thijs? En nu weer? Ja. Maar ja, de laatste moet ik eigenlijk ook maken, hè, als het alleen belangrijke goals waren. We hebben zeker ook mogelijkheden gekregen met Peter natuurlijk vanuit een corner, een kopbal, net naast. Maar je merkte gewoon dat wij wat beter in de wedstrijd zaten dan zij. Ja, op een liedse plek. Ik had niet echt een vaste opdracht, gewoon op het middenveld. En verdedigend eerst bewaken en zo nodig aansluiten en een goaltje maken. Op een gegeven moment moet je
Zeker in onze situatie moet je toch een keuze maken. En dan moet je gewoon voor het resultaat kiezen. Alleen ja, goed, valt hij toch weer. En ja, dan moet je weer op jacht. En gelukkig valt het inderdaad de goede kant op vandaag. Toen het 1-1 was, Peter was aan het warmlopen. Toen we 1-0 voor stonden, 1-0 achter stonden. En toen was het bedoeling om Peter erin te zetten volgens mij. Want daar riep Peter erbij. En die zou dan voorin komen te spelen om een goaltje te maken. Toen viel de 1-1. En toen mocht Peter nog even door warmlopen. Dus ik denk dat hij eerst 1-1 vast wilde houden. En ja, als de mogelijkheid was, ik bedoel, er was wel ruimte, dan die 2-1 maken. Maar helaas kregen we die 2-1 tegen. En toen was het doel om zo snel mogelijk een goaltje te maken weer. Ja, dat is niet prettig als je naar de ranglijst gaat. Dus dat moeten we ook niet te vaak doen. We weten wat we naar de winst moeten doen, dat is stijgen. Kijk, we krijgen de laatste tijd meer van zulke goals tegen. Dus ja, dat is gewoon lastig. Dus als je dan weer valt, dan ga je ja, toch een beetje het kopje hangen even. En, dat is toch moeilijk. Maar ja, als je dan weer die goal maakt, dan krijg je weer energie van. En dan wil je nog die 3-2 eigenlijk ook maken. Het is een hele moeilijke seizoen zelf. Met ja, veel nederlagen. Eigenlijk onnodige nederlagen toch ook. Maar ja, goed, dat ligt achter ons. We moeten vooruit kijken. En na de winterstop moeten we de benodigde punten gaan pakken. Het is gewoon jammer van het eerste seizoen zelf, maar wel na vandaag zeker. Het opgeven over naar volgend seizoen zelf kijken.